Ik vind het heel leuk om altijd boxen te reviewen en te proberen. En deze week is Green Chef aan de beurt. Green Chef is het zusje van HelloFresh. Volgens mij behoort het tot dezelfde bedrijf. Jullie lieten in een andere video weten wel benieuwd te zijn wat ik van deze maaltijdbox delivery service vind. Dus bij deze mijn review van Green Chef. Is het de content waarvoor je hier gekomen bent? Weet je wat leuk is aan dat ik steeds meer abonnees heb? Dat ik dus soms in aanmerking kom voor bepaalde deals waarvan ik denk, dit moeten wij even gaan proberen samen. Ik heb dus een code waarmee ik een gratis box kan bestellen. Dus die ga ik gebruiken om te kijken of Green Chef het waard is. Oké, ik ben nu op de website van Green Chef. En wat ik gelijk heel erg top vind, is dat je kan dus tussen allemaal verschillende dieetvoorkeuren kiezen. Nou, uiteraard gaan wij voor vegan. Ik ga voor... Kan ik ook voor 4 personen doen? Oh, sick. Je kan maximaal 4 recepten per box kiezen. Maar bij deze, we gaan wel voor 4. Ik zit te denken of ik voor 2 of voor 4 personen zal doen. Nou ja, om het gewoon eventjes heel representatief te houden, ga ik voor 2. Want we zijn ook met z'n tweeën. Ga door mijn e-mail. Ik wil heel even kijken of je dus ook al het menu kan zien zonder dat je gelijk helemaal een account moet aanmaken. Kijk, als je gewoon googelt op Green Chef menu, dan kan je ook gewoon het menu bekijken zonder dat je dus je e-mail en zo achter hoeft te laten. Dus dan weet je dat. Het zou dus normaal €64 zijn voor 4 maaltijden. Dat is 8 porties, dus dat is 4 maaltijden voor 2 personen voor €8. Dus dat is €4 per persoon per dag. Voor een maaltijdbox is dat redelijk gemiddeld. Oké, ik moet eventjes mijn bankgegevens invullen. Be right back. Oké, het is gelukt. Eens even kijken. Hij komt al best wel snel. Dat is chill. Wijzig maaltijden. Wat hebben wij op het menu en hoeveel keuze hebben we? Ik doe altijd even control find en dan doe ik zoek op vegan. En dan zie ik dus dat er 5 keuzes zijn. Ja, vinden we dat veel keuze? Het zou meer kunnen zijn, laat ik het zo zeggen. Ik kan alleen de 5e niet vinden. We hebben pennen met broccolini. Oeh, dat klinkt wel nice. Kikkererwtenstoof, ook lekker. Een Buddha bol, een nacho schotel. Oké, dat klinkt wel echt lekker. Oh, ik zei wel dat ze 5 keuzes hadden, omdat ik hier 5 zie staan. Maar ik denk eigenlijk dat ze er maar 4 hebben. Dus als je in je box 4 gerechten wil en je eet echt uitsluitend veganistisch, heb je gewoon geen keus. Ik ben niet de moeilijkste eter, dus ik lust het allemaal wel wat hierin zit. Dus ik ga gewoon hiervoor. Dan moeten we het maar opslaan. Er is mij iets opgevallen. Als je kiest voor de vegan box, dan kan je dus maar 4 gerechten per box ontvangen. Maar als je kiest voor bijvoorbeeld de vegetarische box of de snel en gezond box, dan kun je wel gewoon, of gewoon, dan kun je wel voor 5 boxen kiezen. Dus het hangt een beetje van het type box af, hoeveel maaltijden je er maximaal in kunt doen. Het is nu een kwestie van afwachten en dan gaan we het meemaken. Green Chef is bezorgd. Het is echt de grootste bende in huis. Maar dat gaan we gewoon even negeren. Ja, of je doet het niet. Maar ik ga het eerst wel even niet opruimen. Het komt dus in een grote kartonnen doos. Ik vind het trouwens zo jammer dat het buiten minder lang licht is. Het komt dus in van die zakken. En op zich is dat chill als je een grote koelkast hebt. Maar dat hebben wij niet. Dus ik ga wel straks even al die zakken ontleden, want dit past nooit allemaal in de koelkast. In elke zak zit dus 1 gerecht. Dit is het receptenboekje. Ja, ik ga dit gewoon eventjes opruimen. Oeh. Kijk, deze tortilla chips. Die is rood. Ja, veel van de kruiden zitten dus in plastic. De groenten die zitten niet in plastic. Ik zie ook wel wat bioproducten ertussen zitten. Er zitten ook van die kortingscodes bij. Omdat ik deze box heb gekregen, heb ik trouwens ook een kortingscode gekregen. Die komt nu eventjes in beeld. Je vindt even een linkje in de beschrijving. En je kan het gewoon opzeggen wanneer je wil. Maar goed, laten we eerst maar eens even kijken wat we ervan vinden. Ik heb bedacht dat ik voor de
penne met broccolini en semi-gedroogde tomaten ga. Eerst wat ik ga doen is voor jullie even kijken of de recepten ook online staan. En het recept staat online, dat is mooi. Dus dan vind je een linkje naar het recept in de beschrijving. Wat ik wel grappig vind is dat je dan terechtkomt op de website van HelloFresh. En Green Chef valt dus onder HelloFresh. Dit is de bereidingswijze. Verwarm de oven voor op 200 graden. Ik ben altijd wel een beetje huiverig over onze oven, want dat is een beetje een vaag ding. Breng water aan de kook. Snipper ui, persknoflook. Oké, ik heb hier wat pompoentjes geroosterd. Een beetje olie in die pan doen. Ui is aan het fruiten, dan moeten straks de kruiden erbij. Ja, en het is dus een pasta saus op basis van kokos. Dat vind ik erg interessant. Dit zijn de kruiden die erin gaan, soort barbecue kruiden en een Siciliaanse kruidenmix. En een half blikje bio tomatenpuree. Oh mijn god. Super romig. Het ruikt heel lekker. Het is een beetje zoetig door die kokosmelk, maar ook wat zoutig. Ja. Het is dus pasta met die broccolini en nog een geroosterde tomaat uit de oven die bij mij ja, een soort van geroosterd is. Zeg maar, het is best wel een combinatie die ik normaal niet echt zou eten. Dat vind ik eigenlijk altijd wel leuk aan deze boxen. Dat je daardoor dus weer dingen eet die je misschien zelf niet echt had bedacht. Mensen, het is echt hier binnen 30 graden. Ik heb de kortste jurk die ik kon vinden aangedaan. Laten we voor iets gaan dat goed past bij dit weer. Vandaag is echt zo'n dag dat ik geen zin had om naar de winkel te gaan. Dus ik ben blij dat ik dit in huis heb. Ik denk dat we lekker voor deze gaan. Dit is ook lekker snel. De nacho schotel. Wat ik interessant vind, is dat hier dus al een kant-en-klare guacamole bij zit. Laten we die eens even taste testen. Oeh, ruikt wel lekker. Voor kant-en-klaar guacamole. Vind ik hem best wel lekker. Ik kan me vooral instellen. Ik kan me vooral voorstellen dat jullie vooral benieuwd zijn naar hoe de gerechten smaken. En of het echt zo lang duurt om het gerecht te bereiden als op de kaart staat. Dus ik heb nu alvast eventjes de groente gesneden. Mocht ik me daarin vergissen, laat het vooral weten. Als je wil dat ik echt stap voor stap laat zien wat ik doe. Dit is nu tomaat gemengd met een beetje ui en groene peper. Dit ga ik zo even bakken in een pan met verschillende kruiden. Dan doe ik het vegan gehakt en tomatenpuree en de bonen erbij. En dan is het eigenlijk nog een kwestie van alles bij elkaar doen. Hier komt ook nog wat limoensap bij. Er staat in de instructie dat ik deze ui 1 tot 2 minuutjes moet fruiten. Ik vind het persoonlijk lekkerder om hem nog iets langer te fruiten, zodat hij echt goed glazig wordt. Kijken of ik nu tomatenpuree over kan maken zonder dat het op mij spuit. Het spuit weer overal heen. Wat is er met die blikjes? Het eten is echt ruim binnen de tijd klaar. Er zit een rode biet in, dus daar komt die rode kleur vandaan. Het is wel echt een mooie kleur. Dat maak ik maar naar tortilla chips. Ik vind het lekker dat ze niet zo zout zijn. Er zit ook gewoon geen zout in. Kijk, en ook hier zie je dus het HelloFresh logo staan. Het ziet er echt zo mooi uit op je bord met al die kleuren. Ik heb er echt helemaal zin in. Ik vind het ook altijd wel leuk eten zo met die chipjes en dan allemaal losse dingetjes. Ja, ik vind het echt lekker. Top voor dit weer, ja. Beetje limoen er nog bij. Ik wil het vaker eten. Ik vind het echt lekker te eten. Een hele goede avond allemaal. Ik heb een nieuwe camera. En het is heel leuk, want als ik loop, dan volgt hij mij. Dus ik hoop
dat de kwaliteit goed is. Ik moet nog een beetje wennen aan de instellingen en zo. Dus misschien dat het allemaal minder leuk uitpakt dan ik denk. Maar we nemen het risico en we gaan met deze camera een stukje filmen. Ik vind het dus heel leuk, want er zit ook een microfoontje bij. Ik ga eens even kijken waar mijn receptenboekje is. Volgens mij, ik heb nog 2 recepten over. Het is nog best vroeg, dus ik ga gewoon even voor het recept dat wat langer duurt. Nu moet ik zeggen, 30 tot 40 minuten vind ik nog steeds niet super lang. Het is een Buddha bowl met tofu en tahin dressing. Ik heb er echt zin in. Oei, er moet wel heel veel in de oven. Ik weet niet of dat in onze oven gaat passen. Vanwege onze toch wat kleinere oven ga ik wel even een kleine aanpassing doen. Want je moet in principe eigenlijk de aubergine in plakjes snijden en dan die zoete aardappel er ook nog bij. Maar ik ga die aubergine gewoon eventjes halveren en dat in de oven doen. Want anders gaat het niet passen. Ik denk dat het eindresultaat hetzelfde smaakt, maar het ziet er dan een beetje anders uit. Ze hebben echt bij Green Chef het zo vormgegeven dat het je allemaal zo min mogelijk tijd kost. Dus ze doen voor jou de boodschappen, ze bedenken voor jou de recepten. Jij hoeft echt helemaal nergens over na te denken, zelfs met die ingrediënten. Het wordt gewoon allemaal geleverd in van die zakken. Dat pleur je gewoon in de koelkast. En dan trek je zo'n zak eruit en dan maak je het. Het is dat niet past in onze koelkast. Dus nu ben ik iets meer tijd kwijt aan het verzamelen van mijn ingrediënten. Nou, poepoe, wat een werk. Maar ik kan me wel voorstellen, als je echt een mega druk leven hebt. Of dat je, nou ja, weet ik veel, gewoon even niet de mentale kracht hebt om zelf te bedenken hoe en wat. Dan zijn dit soort services, als je ze kan betalen, het is natuurlijk wel een soort luxe of zo, dan is het wel heel relaxed. Ik zeg eigenlijk dat je de kruiden gewoon er doorheen moet doen, zeg maar door de groente heen. Ik ga het even met een kwastje op die aubergine smeren. Even kijken, volgens mij. Mijn kwastje ligt denk ik in de vaatwasser. Is het de content waarvoor je hier gekomen bent? Wat praat ik veel zeg. Ik heb hier dus eventjes lekker een kruidenmengseltje. En dat ga ik dus nu over overzien, smeren. En ik doe het ook over de zoete aardappel. De gekruide groenten die gingen dus de oven in. En vervolgens maakte ik een soort van salade van linzen, komkommer en appel. Munt, peterselie, ging ook wat limoenrasp overheen, limoensap. En vervolgens bakte ik ook nog wat tofu, lekker knapperig. Ik moet wel zeggen, in het recept stond dat je net 3 tot 4 minuten eventjes moest bakken. En of langer, totdat het knapperig was. Oh. Hallo? Hi. Nou, mijne hebben denk ik wel echt 10 minuten of zo staan bakken. Ik maakte een dressing van tahin, een soort zoete Aziatische saus en wat limoensap en een beetje water om het wat dunner te maken. En uiteindelijk deed ik dus alle ingrediënten door elkaar. Ik had dus alles door elkaar geroerd, dus het zag er iets minder esthetisch uit dan op het plaatje. Maar ik moet zeggen, de smaken waren erg lekker. Het is echt goed veel. Dus dat is top. Zoet, kruidig, zuur. Zout. Ik vind het wel lekker. Ook die munt erin. Heel chill zomergerecht. We hebben nu allebei al best wel een flink bord. Maar er is dus echt nog een bord over. Dus, maar ik denk dat het wel opkomt, want ik heb echt trek. Het is de laatste dag van de week dat ik een recept kan maken uit de Green Chef maaltijdbox. Ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk wel jammer. Tot nu toe vond ik de gerechten lekker. Ze hadden echt goede porties ook. Dat vind ik ook echt top. Is natuurlijk altijd een beetje persoonsafhankelijk. Maar ik zou mezelf niet beschouwen als de kleinste eter. Ik heb nog de kikkererwtenstoof met harissa en kokosmelk over. Dit zou binnen een half uur op tafel moeten staan. Dus we gaan ons best eens even doen. Ik heb hier knoflook, paprika en uitje. Dit zijn de kruiden die erin gaan. Hier is munt. De couscous die heb ik dus al gemaakt. En ik ben nu even een pan aan het verhitten. En daar moet ik straks de paprika in bakken met de kruiden, tomatenpuree en knoflook. Spinazie, kokosmelk erbij. Zal ik dat blikje tomatenpuree maar gelijk even openmaken? Ze weten allemaal nu toch wel hoe dat af gaat lopen. Kijk, ze staan ook zo bol die blikjes. Dus het gaat natuurlijk weer overal heen spuiten. Dus ik ga hem even openmaken met een doekje eroverheen. Want we leren van onze fouten. Kijk, daar zit het weer allemaal. Oh mensen, het is vrijdag. Ik ben zo moe. Ik had vanavond allemaal hele rare dromen. Want ik begin dus na het weekend weer met studie en stage. En ik ga dus een nieuwe stage lopen op een andere school. Dus ik heb daar echt de wildste dromen over gehad. Ik denk dat volgende week de eerste
Pabo-vlog online komt. Dus mocht je daar zin in hebben, vergeet je niet te abonneren, mocht je nog niet geabonneerd zijn. Ik ben hier eventjes een uitje aan het bakken. Daar komt straks nog wat tomatenpuree bij. Hier zit dus de knoflook, paprika, kokosmelk, spinazie, kikkererwten, allerlei kruiden en zo in. Iemand deelde laatst in zijn stories dat hij altijd voordat hij op vakantie gaat een maaltijdbox in huis neemt. Want het ding met maaltijdboxen is dat je dus niks overhoudt. Dus als je dan bijvoorbeeld de week voordat je op vakantie gaat van de laatste paar dagen dat je thuis bent maaltijden van een maaltijdbox eet, dan weet je zeker dat je met niks overblijft. Best een slim idee. Oké, ik ga de borden opmaken. Ook dit is echt weer lekker veel eten. Gedroogde cranberries overheen. En dus amandelschaafsel. Dit zijn echt mega borden. Volgens mij komt het niet echt over op camera, maar... Ik vind ook echt dat het er heel mooi uitziet met al die kleuren. Maar goed, het belangrijkste is natuurlijk hoe het smaakt. Die amandel erop ruikt zo lekker. Het is best wel een zoet gerecht, want die kokosmelk is zoet. Cranberries zijn ook heel zoet. Maar het heeft ook wat zoutigs. En die munt geeft het ook... Oh. Ik vind het ook weer heel lekker gerecht voor de zomer. De conclusie. Ga ik Green Chef vaker doen? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het echt best wel een chille maaltijdsbox delivery service. Ik vind de recepten lekker. De porties zijn echt top. Die waren echt gewoon best wel, gewoon grote porties. Vind ik echt lekker. Best wel veel bioproducten. Geen voedselverspilling. Dat is natuurlijk ook het hele concept van Green Chef, van maaltijdboxen. En het is gewoon heel makkelijk. Zij geven je gewoon een paar recepten waar je uit kan kiezen. Ze komen dat bij je thuis brengen. Je kan gewoon die zakken hop zo in de koelkast zetten. Of dat past in je koelkast. Dus dat is echt allemaal heel erg chill. Daar zit natuurlijk wel een prijskaartje aan. En of je iets duur vindt, dat is gewoon een beetje een relatief begrip. Het enige wat je hoeft te doen als je hier een abonnement hebt, is, ik zou willen zeggen dat je wekelijks dan even je gerechten aan moet passen. Dat je kan kiezen. Maar je kan dat ook niet doen en dan gewoon maar kijken wat er op de stoep verschijnt. Mocht je dus voor de vegan box kiezen, dan zijn er dus maar 4 vegan gerechten per week. Ik hoop alleen maar dat dat nog meer gaat worden in de toekomst. Dat je iets meer keuze hebt. Maar over het algemeen ben ik eigenlijk best wel enthousiast. Betekent dat nu dat ik elke week zo'n box in huis ga halen? Ik denk het niet, want ik vind het ook heel leuk om zelf recepten te bedenken. Soms komt het ook gewoon even een weekje niet uit, omdat je, weet ik veel, op vakantie bent of veel buiten de deur gaat eten. Maar je kan dus ook altijd je abonnement weer pauzeren of stopzetten. Dat is ook heel chill. Dus als je iets afsluit, zit je er niet meteen aan vast. Dus gewoon voor zo nu en dan vind ik Green Chef zeker een aanrader. Mocht je het ook willen proberen, ik heb een kortingscode. Ik plaats een linkje in de beschrijving. Daar zie je ook wat meer informatie. Doe met die code wat je wil. Ik wil heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk tot een van mijn volgende video's. Doei!